Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een super spannende video. Want ik ga in samenwerking met Mooi TA Cosmetics wimper extensions aanbrengen. Gewoon ik, op mezelf. En dat is nu in deze coronavirus epidemie wereld super handig. Aangezien we geen wimper extensions kunnen laten zetten. Want alles is gesloten. Dus dit leek mij echt ideaal. Het is ook echt een samenwerking met hun. En ik heb een heel pakket van hun gehaald. Om dus wimper extensions aan te gaan brengen. En het zijn echt wimper extensions. Ze blijven echt gewoon 10 dagen zitten en zo. Dus ik ben echt zo erg benieuwd. Ik heb al jaren terug ooit zo'n video gemaakt met pruiklijm en zo. En dat werkte ook best wel goed. Maar dat was obvious niet iets professioneels. Dat was gewoon ik met wimpers en pruiklijm. Maar nou hebben we dus echt gewoon een professionele set. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit gaat werken. En ik hoop het wel. Want ik denk dat heel veel mensen wimper extensions opdoen. Ik heb ze persoonlijk niet. De reden daarvan is omdat ik dus make-up video's maak. En ik gewoon te vaak mezelf moet opmaken. Met heftige looks, mijn make-up moet wassen en al die dingen. Dus wimper extensions zitten bij mij persoonlijk te veel in de weg. Maar ik denk gewoon voor de gemiddelde vrouw is het gewoon echt geweldig. Als ik geen YouTube video's zou maken, dan had ik zeer zeker ook wimper extensions gehad. Ik heb ze ook gehad in het verleden en ik vond ze wel fijn. Alleen ja, zoals ik al zei, niet zo handig voor als je video's maakt. Dus we gaan het proberen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Dit zijn dus 10 Day Lashes van Mooi TA Cosmetics. Ik plaats ook hun website en alles hier beneden, mocht je de set ook willen bestellen. Ik heb dus echt een volledige set, maar je kunt ook gewoon alles los bestellen. Je kunt doen wat je wilt. Dit is de set die ik heb. De strik zat er op een hele mooie manier omheen, maar ik heb hem al opengemaakt en ik wist begon niet hoe ik hem weer terug moest doen. Dus ja, het is echt een hele mooie verpakking. Ik heb ook hier een wimperkruller erbij en een klein briefje erbij. Super leuk. De set die ik heb is de At Home Lash Extension Kit. Die is $100. Ik praat hier in dollar, want dit komt vanuit Amerika. Euro is altijd iets minder. Dus laten we zeggen dat $100 €90 is. Ik heb ook een wimperkrullen. Die kost $25. De set is dus bijna €100. Maar ik heb echt een volledige 30 tot 45 dagen set. Dus dan heb je genoeg voor een volle maand of iets meer. Maar je kunt ook gewoon, zoals ik al net zei, dingen los bestellen. Of gewoon een set met één paar wimpers. En die is dan gewoon goed voor 10 dagen. En dat soort shizzle. Dus ik ben echt super benieuwd, jongens. Ik ga even beginnen met dit zakje. Hier zit een prachtige wimperkruller in. Hij is echt heel mooi. Kijk even hoe mooi die is. Love it. Hij is dus $25. Dat is een beetje duur. Maar ik moet zeggen, ik heb zo'n wimperkruller al eerder gehad van Lily Lashes. En die was ook die prijs. En die had ook zo dit hier beneden en zo. En was ook zo goud. Dus dat is wel een beetje een normale prijs voor zo'n wimperkruller. En dan gewoon de set waar het over gaat. Je betaalt by the way nog wel €10 aan verzending. Is ook handig om te weten. Je hebt dus hier een klein zakje met een spoelie. En deze dingetjes voor hier beneden. Die moet je dan opplakken. Hier is gewoon wat informatie over hoe je het moet aanbrengen en al die dingen. Dit is dan hoe de set eruit ziet. Echt een super cute setje. Dan heb je hier de Lash Wash. Hiermee kun je dus je wimpers eraf halen. Als je je eraf wilt halen, is dit een hele handige soort van zeep. Dan heb ik hier de wimpers. Je hebt naturel wimpers, medium wimpers en extreme heftige wimpers. Drie keer raden voor welke ik ben gegaan. Voor de extreem lange wimpers. En dat zijn deze. Super mooi. Ik heb er dus drie. Het zijn dus 10 dagen wimpers. Ze blijven 10 dagen zitten. En daarna moet je ze ook echt vervangen. Dus ik heb er drie genoeg voor een volledige maand. Er wordt ook echt wel geadviseerd om met één paar wimpers echt maar 10 tot 14 dagen te doen, want anders is het gewoon niet hygiënisch. Dan heb ik hier een soort van pincetje om ze mee aan te brengen. Ik heb hier de Lash Glue, de wimperlijm. Dit is dus echt een speciale lijm, zodat ze echt 10 dagen goed blijven zitten. Je kunt hem ook losbestellen. En Lash Removing Gel, dus weer zo'n gel om je wimpers ermee af te halen na 10 of 14 dagen. Dan, als je dit eruit haalt, dan zit hieronder nog een spray. En dit is de Nano Mister Spray. Kijk hoe high-tech dit eruit ziet. Dit is echt de meest high-tech verpakking van een spray
spray die ik ooit heb gezien. Als je dus je wimpers hebt aangebracht, moet je hiermee op je gezicht sprayen. En dat dus zorgt ervoor dat je wimpers sneller goed vastzitten en opdrogen. En dan hoef je niet meer zo lang te wachten. Oh mensen, ik zei net dat dit is om je wimpers eraf te halen. Maar daarvoor is echt de gel. Dit is gewoon om je make-up schoon te maken om je wimpers heen. Zodat je wimpers er niet afvallen. Op de website heb je ook een beginnerskit. En dan heb je de lijm, de pincet en een paar wimpers. En die kost $29. Alles is ook cruelty free en vegan en parabenenvrij. Oké, ik denk dat ik gewoon ga beginnen jongens. Zoals je kunt zien zijn de wimpers niet gewoon één grote strip. Ze zijn echt in kleine van die trosjes. En dan moest je gewoon de hele tijd een trosje aanbrengen. En je bent ook super snel klaar, stond op de site. Echt maximaal 10 minuten. En vooral als je het vaker hebt gedaan, dan word je ook steeds sneller. Maar de trosjes zijn best wel groot, dus je bent best wel snel klaar. By the way, als je je afvraagt wat ik op mijn lippen heb. Ik heb hier Technique Cosmetics Lip Gloss. In de kleur peony of zoiets. Zoals je kunt zien heb ik al wimpers op. Dus ik ga eventjes alles eraf halen. Oké, nou dat is gedaan. We gaan beginnen. Alles is ook geschikt voor mensen met gevoelige ogen. Want niks hier is heel agressief. Dat heb ik nou ook al gezien met de foam. Die is ook super zacht. Er kwam een beetje in mijn oog. Maar ik voelde echt bekant helemaal niks. Dus dat vind ik allemaal heel fijn. Dus ideaal voor mensen met gevoelige ogen. En het brengt ook geen schade aan je echte wimpers. Dus dat is ook fijn om te weten. Je moet geen mascara aanbrengen. Maar je moet gewoon je wimpers krullen met deze wimperkrullen. Dus dat ga ik doen. Stap 3. Je moet je wimpers zo vasthouden. En dan is de rechterkant voor rechts en de linkerkant voor links. Oké, dan moet je een klein drupje lijm gewoon aanbrengen. Gewoon eventjes hierop of op iets anders wat jij wilt. Dus dat ga ik doen. Het is, wat voor lijm is dit? Oh, het is echt zo'n dingetje. En doe de lijm gelijk weer goed dicht als je hem niet meer gebruikt. Oeh, die plakt heel goed vast. Mensen, je moet echt geen make-up op hebben als je dit gaat doen. Oké, dan pak je gewoon een trosje wimpers. Je dipt het een beetje in de lijm en dan breng je het gewoon aan. Oh my god, ik ga even mijn spiegel naar voren doen. En ik denk dat ik in de binnenste hoek begin. Oh, dat ging goed. Oké, blijf. Oh mijn god, mensen, het is gelukt denk ik. Ik heb nog wel één trosje over. Die ga ik er gewoon alsnog op een beetje aanbrengen. Oh, ik vind dit zo irritant. Ik haal dit er gewoon af hoor. Dit hoeft ook helemaal niet. Oké mensen, één oog zit. Wat vinden we ervan? Ik ben wel gelijk begonnen met het moeilijkste oog, mijn linkeroog. Ik ga nou beginnen aan het rechteroog. Die moet een stuk makkelijker gaan. Ja, dat ging echt al gelijk makkelijker. Links is echt niet makkelijk om te doen. Tenminste als je rechts bent. Oké mensen, dit oog ging echt fantastisch. Super makkelijk. Ik vind ook dat hij er beter uitziet dan dit hier. Maar dit was echt gewoon een struggle omdat het me allemaal niet goed lukte en zo. Maar op zich is het wel gewoon oké. Maar ik moet zeggen dat ik niet zo blij ben met de linkerkant. Ik denk dat ik hem gewoon weer even overnieuw ga doen of zo. Kan ik hem nog afhalen? Het gaat er bijna niet meer af, jongens. Nee, hij zit al te goed vast. Ja, duh, het zijn wimper extensions, Sarah. Oh my god. Ik heb wel hier de gel die ik zou kunnen gebruiken. Maar wil ik het helemaal overnieuw gaan doen? Is het echt zodanig niet mooi dat ik het overnieuw moet doen? Of ben ik aan het overdrijven? A few moments later. Ik ga gewoon met de gel proberen de wimper er een beetje af te halen. Dan kunnen we ook weer gelijk zien of de gel goed werkt. Oké, dat heeft echt nut. Ze gaan er gewoon nou makkelijk van af. Ik vind die in het begin wel goed. Dus ik ga alleen maar de laatste drie opnieuw doen. Oh, mijn oogtraan door die gel. Nou mensen, dit ging best wel goed. Het ging dus daar echt iets beter dan hier. Maar dat komt gewoon omdat ik rechts ben. Maar ze zien er goed uit. Ze zijn ook lekker heftig. Daar hou ik van. En ja, het doet gewoon echt wat het zegt dat het doet. Ik ben ook echt benieuwd of ze echt 10 dagen blijven zitten. Dat ga ik ook proberen. Dus ik maak ook echt de video pas af over 10 dagen. Het is vandaag woensdag 29 april. En over 10 dagen kom ik weer bij jullie terug. Jullie gaan sowieso de wimpers nog zien. Want in die 10 dagen moet ik gewoon nog video's maken. Dus je gaat ze sowieso nog wel zien. Maar ik ben best wel blij met hoe het eruit ziet. Dit is echt wel iets wat ik zou doen als ik geen video's zou maken. Dus ja, I like it. Ik moet nou als laatste nog mijn mister sprayen. Even kijken hoe dit moet. Ik denk dat hier de spray uitkomt. Maar waar moet ik dan sprayen? Mensen, er gebeurt niks. Mensen, ik ben erachter waarom er niks gebeurde. Je moet dus hier achterin water erin doen. En dan komt er wel iets uit. Dus dit ga ik even proberen alsnog.
Dat was niet echt heel duidelijk, jongens. Hoe langer ik naar mijn wimpers kijk, hoe mooier ik ze vind. Ook al is deze iets minder mooi. Ik vind hem alsnog mooi. Er staat ook echt hierbij. Je wimpers zijn zussen, geen tweelingen. Dus het zal nooit perfect identiek zijn. Al wil ik dat zo graag wel. Maar dat zal bijna nooit gebeuren. Maar ja, I like it. Nou mensen, dit is het dan voor nu. Zoals ik al net liet zien. Het is nu 29 april. Over 10 dagen kom ik weer bij jullie terug. En dan maken we de video af. Maar tot nu toe ben ik blij. Mensen, daar ben ik weer. Oh mijn god, ik ben zo impressed met de wimpers. Ze zitten nog helemaal goed. Het is alleen niet 10 dagen later. Het is vandaag maandag 4 mei. Dus het is 6 dagen later. Ik wilde ze echt de 10 dagen oplaten. Maar ik moet gewoon echt make-up looks maken. En de wimpers zitten gewoon echt in de weg. Dit probleem had ik vroeger ook al toen ik ze had. En dat heb ik gewoon nu nog steeds. En ja, ze moeten er gewoon echt nog af. 6 dagen is al heel lang voor mij. Maar ze zitten echt nog zodanig goed dat ik er echt van overtuigd ben dat ze zeker 10 dagen of meer zouden blijven zitten. Misschien wel eens meer. Zoals jullie ook al net hadden gezien, dit oog is echt veel beter gelukt dan het andere oog. Dit andere oog is ook gewoon niet zo goed gelukt omdat ik het op video moest doen. Je moet eigenlijk echt helemaal in je spiegel gaan en het dan goed aanbrengen. Maar omdat ik helemaal zo wilde doen om het te laten zien aan jullie en het is al mijn linkeroog en ik ben rechts, ging het niet helemaal goed. Maar dit oog ging echt helemaal perfect en ik denk dat als ik geen video zou hebben gemaakt, dat dit oog ook gewoon goed was gegaan. Maar het zit echt nog super goed. Ik heb me ook echt elke dag opgemaakt. Elke dag de make-up er weer af moeten halen en zo. En het is ook niet dat het een beetje los zit. Het zit gewoon nog echt goed vast zoals in het begin. Dus ik ben echt impressed. Ik vind het echt goede wimpers. Wat ik dus aanraad is sowieso de wimpers. Dit is de heftigste stijl. Je hebt nog een medium en een meer naturel stijl als je dat zou willen. De lijm, of course. Deze lijm is echt geweldig. Dus deze twee raad ik zeker aan. En wat ik ook echt aanraad is de oogmake-up remover. Ik had het niet per se verwacht. Ik dacht van het zal allemaal wel. Maar deze is echt heel erg goed. En het is dus speciaal gemaakt voor wimper extensions. Zodat ze er niet afgaan. Ik bracht gewoon een beetje aan op een wattenschijf. En dan haalde ik zo mijn oogmake-up eraf. En mijn make-up ging er ook echt goed af. En zoals veel van jullie ook weten, ik maak altijd hele heftige ooglooks. Dus dat al die oogschaduw er gewoon helemaal goed afging met dit, was echt geweldig. Als jij hem toch niet erbij wil bestellen, dan raad ik een oogmake-up remover aan die niet van olie is. Dus gebruik echt absoluut geen olie, anders gaan ze er gewoon echt gelijk van af. De spray, ja, ik weet niet of hij echt iets heeft gedaan. Hij is wel echt super duur. Ik zag wel op de site bij de reviews dat mensen wel echt vonden dat nadat ze deze spray op hadden gedaan, het echt beter bleef zitten. Ja, en de gel is handig om ze eraf te halen. Die ga ik ook nu gebruiken om ze eraf te halen. Dus dat ga ik even samen doen met jullie ook. Mensen, I love it. Als ik geen video's zou maken, ik zou dit echt gewoon doen elke dag. Even kijken, je hebt dus ook dit zakje erbij. Even kijken, ik ga deze dingetjes gebruiken om de wimpers ermee af te halen. Nou, hier is hij er helemaal van af. Het was niet makkelijk, omdat ze nog zo goed vast zaten, maar het is gelukt. Ik kan eindelijk weer lekker in mijn ogen wrijven. Lekker man. Nou, het was mijn avontuur. Ze kwamen er niet makkelijk af. Af is ook omdat ik ze pas 6 dagen op had. Dus ze zaten echt nog super goed vast. Maar het is gelukt. Mijn wimpers zijn ook niet beschadigd. Dat vind ik ook belangrijk. Want ik heb al niet heel veel wimpers. Dus ik wil niet die 3 wimpers die ik heb ook nog beschadigen. Maar dat is echt totaal niet gebeurd. Nou mensen, dit was dan de video. Ik raad het pakket echt zeker aan. Het is niet goedkoop. Maar het is alsnog goedkoper dan dat je het professioneel laat doen. En het is echt veel sneller. Want professioneel, ik weet nog toen ik die had. Ik moest echt 2 uur of zo liggen met mijn ogen dicht. En dat vond ik irritant. En die bleven ook iets van tot 10 dagen zitten ongeveer zoiets. Dus ze blijven echt wel allebei even lang zitten. Ik weet nog dat toen ik gewoon de professionele had, dat die meid mij zei, ja, ze blijven 3 weken tot een maand zitten en zo. Nou, dat was echt absoluut niet het geval. Ik liet ze echt doen om anderhalve week of zo. En om dan elke anderhalve week 2 uur te zitten met ogen dicht en dit en dat. En het is super duur ook per keer. Ja, dat was voor mij allemaal echt niet waard. Dus dit is echt een beter, goedkoper alternatief. Dus ja, I love it. Ik zet ook beneden de link van de site in de beschrijving. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!